Toren, dit is Zero Foxtrot, over. Dit is de Toren, over. Toren, ik heb de baan visueel en vraag permissie om de landing in te zetten, over. Zero Foxtrot, begrepen, u bent op trek. Ik zal u verder begeleiden, over. Toren, na deze vlucht ga ik met verlof. Heeft u nog tips, over? Zero Foxtrot, hier de Toren. Als je zonder verder oponthoud thuiskomt, kun je nog net naar de nationale tap toe, over. Ja, oké, Toren. Roger, ik ga mijn best doen, over. Zero Foxtrot, nog steeds op trek. Hoogte 400 voet. Zodra u de grond nadert, krijgt u een countdown, over. Toren, begrepen, over. Zero Foxtrot, nog 200 voet. 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1 en touchdown. Dames en heren, de nationale tattoo 2013. Thank you.
We schrijven het jaar 1700. In Spanje overlijdt koning Karel II kinderloos. Als opvolger benoemt hij Philippe d'Anjou, kleinzoon van Lodewijk XIV. Op één voorwaarde, de Spaanse en Franse troon mogen nooit verenigd worden. Maar de Franse zonnekoning wil zijn macht uitbreiden. Omringende landen worden zenuwachtig en sluiten een alliantie. Dit leidt tot de Spaanse successieoorlog. Grote veldslagen eisen veel slachtoffers. Op 29 januari 1712 begint het congres over een algemene vrede. De strijdende partijen komen bijeen op een voor ieder aanvaardbare plek, het stadhuis van Utrecht. Hier ondertekent men op 11 april 1713 de Vrede van Utrecht. We schrijven het jaar 1813 als er een einde komt aan de Franse overheersing. Napoleon is door de inspanningen van de grote landen voorgoed verslagen en zijn troepen blazen de aftocht. We schrijven het jaar 1913. Nederland maakt, net als omringende landen, een begin met de militaire luchtvaart. Het ministerie van Oorlog koopt bij Soesterberg een burgervliegveld dat in 1910 is aangelegd door een Haagse automobielfirma. Daarmee is de eerste militaire vliegbasis een feit. Op 1 juli 1913 wordt hier de LVA opgericht, de luchtvaartafdeling van de Koninklijke Landmacht. Organisatie en materieel zijn uiterst bescheiden. De vliegbasis is niet meer dan een heideveld met een paar eenvoudige gebouwen. De vloot bestaat uit één houten vliegtuig, de Brik, dat wordt gehuurd van de Nederlandse bouwer Marinus van Meel. Met dit toestel worden de eerste aspirantvliegers getraind. 100 jaar later is de luchtvaartafdeling uitgegroeid tot de Koninklijke Luchtmacht. Sinds 1953 een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht. Vliegbasis Soesterberg is in 2008 gesloten. De eerste helft van de vorige eeuw wordt gekenmerkt door verschillende conflicten op wereldschaal. De Eerste en Tweede Wereldoorlog eisen op alle fronten hun onmetelijke tol. In onze overzeese gebiedsdelen luistert men met warme belangstelling naar de uitzendingen voor de Nederlandse strijdkrachten.
beschrijven het jaar 2013 en blikken terug op 300 jaar geschiedenis, waarin vrede en veiligheid niet altijd vanzelfsprekend waren. Vanaf 1963 stelt Nederland troepen ter beschikking aan de Verenigde Naties. In tal van gebieden over de hele wereld heeft de krijgsmacht sindsdien deelgenomen aan vredesmissies. Onder de vlag van de Europese gemeenschap, de NAVO en de VN hebben al deze vrouwen en mannen een steentje bijgedragen aan internationale vrede en veiligheid, soms met inzet van hun eigen leven. Wij willen allen die zijn omgekomen, maar ook alle veteranen die in dienst van het Koninkrijk zijn ingezet voor vrede en veiligheid, gedenken met de uitvoering van To Honor Them All.
Hooggeëerd publiek, wij presenteren de parel van Rotterdam. Geef ze een daverend applaus voor Circus Rotje Knor. We'll be right back.
Bottelman. Onder de tonen van de mars Aces High van Ron Goodwin zijn wij thans aanbeland bij de traditionele kernwaarden van de taptoe. Namelijk het moment van muzikale bezinning, het taptoe-signaal en het Wilhelmus. Dit tweede moment van bezinning van deze avond wordt vormgegeven met Elegy on the RAF Theme. De finale van deze Nationale Taptoe 2013 wordt gedirigeerd
door de stafdirigent Militaire Muziekkrijgsmacht, majoor Arnold Span. Thank you.
Dames en heren, het Wilhelmus.